zijn net aangekomen in Eindhoven met de Nederlanders die uit Juba zijn geëvacueerd. Een lange dag geweest, hard gewerkt allemaal. Op de ambassade hard gewerkt, maar ook de mensen van Defensie. Want, het is niet de ambassade geweest, het is echt een co-productie geweest van de ambassade met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en Defensie. Directieoperaties, de luchtmacht. En iedereen heeft denk ik zijn beste beentje voorgezet. Toen ik in Juba aankwam was het alleen een kwestie van naar het vliegveld gaan. Rond 7 uur gisteren stond een auto met een Nederlandse vlag. Dus dat is heel makkelijk te vinden. En toen was het een kwestie van wachten op het vliegtuig om ons op te halen. Die heeft ons van Juba naar Addis Ababa in Ethiopië gebracht. En daarna zijn we met een ander vliegtuig, het vliegtuig dat u achter ons ziet staan, zijn we van Addis Ababa naar Eindhoven gekomen. De eerste vlucht was wel speciaal. Het was een lege vliegtuig, dus we zaten allemaal heel dicht op elkaar gepropt. Het zat heel erg vol, hè? Het zat heel erg vol. Het was ook heel heet aan het begin. Het werd iets koeler toen we opstegen. Dus dat was wel een hele interessante vlucht, maar we waren allemaal heel blij dat we aan boord zaten. Dus wat dat betreft is het allemaal heel goed geregeld.